Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden S12 Shotgun. In deze serie moet ik natuurlijk mijn S12 goud gaan halen. En op dit moment hebben wij bijna de 250 one-shots of one-hits, of hoe het ook mag heten, binnen. We moeten er nog 40 in totaal. We spelen vandaag een Dominee 6 tegen 6 potje op map Express. Dus ik hoop natuurlijk dat wij gewoon zoveel mogelijk one-hits, one-shots kunnen halen. En als zo is, dan kunnen we doorgaan met de volgende challenges. Dus... ik hoop dat het goed gaat. En oh, het potje is al begonnen. Lekkere timing weer. Dan kunnen we meteen doorrennen. Dus ja, als het in deze aflevering meteen lukt om 40 van die dingen te halen, dan is het echt ideaal. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik natuurlijk niet dat dat gaat lukken. Want 40 one hits, zoals het volgens mij heet. Want ik zeg altijd one shots, maar volgens mij is het one hits met de shotgun. Is best wel heel erg veel. Dat is 1. En dat is 2. Nou, dat zijn er al... oh fuck. 3, 2, 1, nu. Dat zijn er al 3. Dus ja, als ze zo door blijft gaan, dan halen we het wel. Maar het zijn er nu al 3. Kan ik jou helpen, vriend? Even luisteren. Komt er een. Ik weet alleen niet via waar. Roep dat ding in, dan komt er hier een enemy. Even kijken op die minimap. Ja, zie jij zit hierboven. Daar zit hij. Daar ergens. Gaat hij die vlag weer pakken? Ja, daar komt hij. 3. 2. 1. Nu! Nog eentje erbij. Hoppatee. Als het zo doorgaat, hè. Oh, fuck, ik ben dood. Als het zo doorgaat, hè, jongens, dan... oh, nee, man! Uiteindelijk is het gewoon die dildo! Dan halen we sowieso die 40 kills in één kill. We hebben er nu al 4. We zitten al op 1/10. Oké, dat was geen one-shot. Fuck. Of one-hit. Ja, weet ik veel. Ik weet het nou ongeveer ook niet meer. Dat was er wel één. Nee, shit, zo. Hij draaide zich weer om, man. Oh, het potje vliegt eruit. Uh-oh. Ik denk dat we een nieuw potje moeten gaan zoeken. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Oké, dan gaan we een nieuw potje zoeken, jongens. Het potje vliegt eruit, ze hadden er geen zin meer in. Wacht, hoeveel had ik er nou? Volgens mij had ik er 5 of 6. Ik ga meteen gewoon even kijken, fuck it. Hoeveel had ik er? Ah, we hadden er alweer 5. Ja, ik vind het goed. Ik weet niet of dit potje nou doorgaat, ja of nee. Maar als het potje doorgaat, dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Want de host die is dus gewoon weggegaan. Die had er geen zin meer in. Dus ja, nee, dan gaan we wel. Want dan gaan we, ja, het potje gaat door. Dan gaan we wel opnieuw beginnen, hè. Oké, kom erop. Nou, eigenlijk heb ik liever dat ik standoff krijg, maar Express wil ik ook wel. Ik vote gewoon weer op Express. Dan gaan we gewoon hetzelfde potje spelen, alleen dan met een andere host. Want die host die had er geen zin meer in. Wat er dan gebeurt is, als ik nu zeg maar de host word en ik trek mijn internet eruit. Dat kun je heel erg gemakkelijk doen door naar PlayStation Network te gaan, afmelden, bla bla bla. Of je trekt gewoon je internet uit je PlayStation. Dan flikkert de hele lobby eruit, dan komt er ook geen host migration in. En dat doen heel veel mensen altijd als iemand goed gaat of als iemand bijna zijn streak hebt. Als ik bijvoorbeeld... soms een mob inroep of zo. Dan trekt iemand zijn internet eruit, waardoor je mob niet meer afgaat. Als ik bijvoorbeeld bijna 100 plus heb, dan trekt iemand zijn internet eruit en dan gaat de 100 plus niet meer door. Omdat de hele lobby er dan uitvliegt. En ja, dat was waarschijnlijk in dit geval ook weer het geval. Of iemands internet viel er gewoon simpelweg uit. De enige reden waarom er een lobby eruit kan vliegen, is als de host dat doet. Dus ben je niet de host, dan blijft het potje gewoon doorgaan en dan flikker jij alleen uit die lobby. Dus ja, mensen doen het ook wel. Als ze hun score niet willen laten meetellen. Want als jij het potje lieft, dan telt jouw kill en je dead in dat potje, telt gewoon mee. Die komen er gewoon bij. Maar als jij je internet eruit trekt, dan tel je kills en je deads in dat potje niet meer mee. Dus zo hebben sommige mensen ook gewoon een kill dead ratio van 5 of een kill dead ratio van 7. Doordat ze dus steeds als ze slecht gaan, hun internet eruit trekken. Dus ja, het is heel zielig om te doen. Zelfs als ze de lobby eruit uitvliegen of zo. Maar mensen doen het. Mensen die vinden hun kill dead belangrijker dan plezier hebben. Dus ja, die trekken dan hun internet eruit of zo. 3, 2, 1, nu. Fuck, kut timing. Ah, ik had even nog moeten wachten. Sorry, dat was mijn schuld. Maar ja, maakt niet uit. We spelen ze gewoon weer op de map Express, jongens. Gewoon, ja, we zijn eigenlijk dus net begonnen. Ander lobbytje was 1,5 minuut bezig. Maar we beginnen gewoon weer opnieuw. Ik vind het niet erg. Daar is er weer eentje erbij. Hoppatee. Volgens mij is er eentje beter te pakken. Nu. Nee, daar ga je niet menen, man. Als die vent er niet was gekomen, had ik een triple kill gehad, hè. En die lul, die moest het weer verpesten, man. Teammate, ren door. Door. Oké, zo, top. Ze zitten hier namelijk. Daar is er weer één bij. Ik moet gaan nu doorrennen. Fuck it, ik ga nu doorrennen ook. Kut teammate, dat zijn mijn kills. En nu ben ik weer degene die doodgaat. Oh, kan ik eindelijk daar naar boven rennen? Heb ik eindelijk een vrije loop. Zijn mijn teammate daar om te irriteren. Ja, sorry vriend, ik ga niet dood door jou. Ik vind het heel erg jammer. Maar je gaat me mooi even niet... uh-oh. Je gaat me mooi eens even niet killen. Span dan. Dank je. One shot.
Tada, zo makkelijk is het, jongens, om een one-shot te krijgen. Kut, wacht. Als die trein voorbij is, dan ga ik hier staan. Yes, let's go. Oh, nee, hij schoot opnieuw mij. Oh, nee, hij schoot volgens mij echt niet op mij. Volgens mij wilde hij op mijn teammate schieten, maar stond ik net daar al in zijn crosshair, jongen. Het zag er echt uit alsof hij op iemand anders wilde schieten, maar oké. Okay. Hij had me. Het was een mooie quickscope of hardscope, wat het ook mag zijn. Dus applausje voor hem. Ja, dit kan ik dus niet raken, hè. Nou, teammate, ga jij maar lekker schieten en dan ga je dood en dan ga ik er nu in. En dan overleef ik het, dankjewel. Dat was weer een mooie timing. En dat was weer geen mooie timing. Shit, timings. Hoeveel kills hebben we? We hebben al 9 kills, maar nog niet one shots gehaald. Ik kom niet dicht genoeg bij die enemies, zeg maar, om de one shots te kunnen halen. Godgloeide kutjes. Om die one shots te kunnen halen, want of ik krijg hitmarker. Of ik ga dood voordat ik bij de enemies ben. Dus tot nu toe gaat dit potje nog niet echt heel erg goed. Ah, ik wist het, dat er eentje zat, jongen. Ah, kutjes. Ze hadden een UAV, dus ik moest hem wel uitrennen. Anders was hij gewoon schietend naar binnen gerend. Kutzooi. En nu wist ik ook dat je er zat, want hij had me net gekild. Ik kon gewoon verwachten dat hij hier naartoe ging lopen. Zo, ik moet snel doorrennen nu, want ze staan hier op me te wachten. Yo, one shot. Nee. Nee, ze hebben een UAV. Ik ben zo hard dood. Ze hebben een fucking UAV. Zit er nog een hier. Dankjewel. Zo gaat het weer snel. Nu heb ik een UAV, jongens. Go, 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 go. Nee, kut timing. Oh my god, ik overleef het ook nog. Dat is gewoon een triple kill. What the fuck? Ik weet niet hoe ik dit doe, maar ik overleef het op een of andere rare manier. Wachten. Ik ben dood. Dankjewel, teammate. Blijf hier staan. Ah, hij is geen race quit. Die trok dus zijn internet eruit. En dit is dus iemand die zijn internet eruit trok. Als er staat timed out bij iemand. Dus niet left the game. Maar als er staat timed out. Dan trekken ze dus hun internet eruit. En dit was dus weer zo'n persoon. Ik weet niet waarom je het zou doen. Nou ja, als je je stats niet wil laten meten. Dat was een beetje zielig. Dat is het enige wat ik erop heb te zeggen. Yep. Hoppatee, er zat er hier nog en ik weet alleen niet waar die naartoe is gegaan. Maar het zal wel. Er zit hier een gat in het dak, dat weet ik. En deze wil het denk ik aan gaan pakken. Zo, ik hoop dat deze raak gaat, maar ik denk het niet. Hitmarker, daar heb ik helemaal niks aan dus. Nou ja, hij is dus kapot scheef gegaan, oké. Okay. Huh! Ah fuck, dat was een one shot, jongen, kom op. Ah, daar komt die vent naar buiten rennen. Die wilde aanpakken en die gaat hij denk ik nu pakken dan. Pakt hij hem nou? Nee, ze staan dus allemaal op A, die enemies, maar ze pakken hem gewoon niet. Nou ja, dan niet toch. Ik heb er geen last van hoor, als je die vlag niet pakt. Het enige probleem dat ik erbij heb, is dat het potje dan sneller afgelopen is, maar... Ze hebben geen zin om een vlag te pakken, die enemies. Dat kan gebeuren, hè. Dan geen gratis 200 punten, jongen. Kut. Ah, dat had een one-shot moeten zijn, man. Kom op. Kom op, Call of Duty. Gun mij die one-shots. Ze pakken echt die vlag niet, hè. Ze spannen nu gewoon op A, letterlijk. Ze zijn hier gespand, hier. Oh, ze gaan hem nu pakken. Ja, nu ga je hem pakken. Weer geen one-shot. Oh nee, ze pakken hem nog steeds niet. Ze spannen op die vlag en ze rennen er gewoon overheen. Nee, er zit een ronde erop. Ik vind het goed. We hebben 23 kills. Niet heel erg veel kills op kunnen pakken, maar wel genoeg natuurlijk. En we hebben weer redelijk veel one-hits gehaald. Dus ik hoop dat we nog even wat meer er kunnen pakken, man. Ik denk dat we op de... Ik denk dat we er ongeveer 10 of zo kunnen hebben gepakt. Dan zitten we nu op de 25. Dan moeten we dus nog 25. Dan moeten we nu... Nee. Nee, we zitten nu... We zitten nu dan op de... Jawel, dan zitten we nu wel op de 25. Dat houdt dus in dat we er nog 25 moeten. Ja, dan zijn we 5 minuten de tijd om 25 one-hits te maken. Ongeveer. We kunnen ook al hoger zitten, we kunnen ook lager zitten. Ik heb geen flauw idee. Maar ik denk zo ongeveer dat we op zoiets zitten. Deze keer ga ik eens even opwachten, jongens. Ik rende hier de vorige keer naar binnen. Toen ging ik in één keer dood. Nee, teammate, rot op! Fucking hell, als mijn teammate gaat, dan moet ik ook gaan. Ze zwaren er ook helemaal niet, zoals je ziet. Rennen. One shot! Snel. One shot. Er zijn er nu dus nog ongeveer 23, denk ik, hè, zoiets. 22? Die stroom is wel binnen. Oh, fuck. Ah, hoe kan je er zo'n paal in schieten, man? Dat ding is fucking 1 meter in de diameter. Oké, iets minder. iets
heel erg minder. Maar oké. Okay. Het gaat om het idee, hè, altijd. Kutzooi. Zit er geen in de trein, jongens, maar die kan ik niet hitten. Twee man in de trein zelfs. Succes, teammates. Nee, teammate, niet doen. Oké, okay, laat mij nou eerst. Ga weg, laat mij eerst. Ik wil de kills hebben, oprotten. Niet schieten. Oh, fuck. Oh, my fucking god. Zo gaat het niet lukken, jongens. Als je nou gewoon dit potje allemaal kan halen, dan is het goed. Alleen die teammates, ga nou weg hier. Ik wil hier de kills pakken, ga weg. Oh, ze zit hier al niet meer. Oh, hij zit hier, joh. Nee, blijf staan, blijf staan, blijf staan, blijf staan, blijf staan. Nu! Dank je. Is er hier nog iemand? Nope, die zijn ook allemaal... Nu! Dank je. Dan moeten er nu nog 20 of zo. Denk ik, hoop ik. En nu! Dankjewel dat je achteruit liep. Thank you. Very much. Ik weet ook niet meer waar ze zitten nu, hè. Ik heb het gevoel dat ze... Ik ga deze kant op. Ik weet niet of... Ja, dat is de goede kant. Oké, okay, nice. Ze had een beetje gokken waar ze naar spannen. Hier zit er eentje stil. Oh, die is ook alweer weg. Nee, fucking teammates. Ja, dan ben ik degene die doodgaat. Oh, shit, sorry. Ik wilde in eerste instantie niet schieten. Totdat mijn teammate ging schieten. Dan moet ik wel. Nee. Nee, ik ben dood. Yep, dat had ik al zien aankomen. Die teammates die lopen de hele tijd. Jongens, nee. Hier ga ik naartoe. Oprotten, dit is mijn plek. Dank je. Hoor hem lachen. Oh shit. Die vent die had er zin in, jongen. Hij vond het wel grappig, volgens mij. Ja, joh, nou, nu staat mijn hele team hier weer, hè. Dan ga ik er niet meer naartoe kunnen. Dan gaan we deze kant wel op. We gaan even omlopen. Kijk op die map, jongen. Ga nou niet achter me aanlopen, jongens. Nee, dit is mijn kill. Dit is fucking mijn kill. Oprotten. Nee, kom op nou. Ze doen het gewoon expres, hoor. Want ze kennen me namelijk. Ze zitten gewoon expres met de kills stealen. Zo, dat was wel mijn kill. Alleen nu ben ik de weg weer kwijt. Waar zitten ze? Ik hoop dat jullie... Nee, ga even dood, teammates. Teammates, jullie moeten even dood. Oh, die flikkert weer dood. Die enemies moeten niet dood, maar teammates moeten dood. Oh, hoe kan dat geen one-shot zijn? Wauw. Teammate, je verraadt mijn fucking spot. Nu. Oké, kut timing. Fucking scheid timing. Dank je. Ik heb ze nog wel. Ik weet niet hoe, maar ik heb ze nog wel. Ik zal die counter inroepen. Ik weet niet hoe je het hebt overleefd, hoor. Oh shit, zag je ze? Komen jullie hier naartoe? Ja, daar komen ze. Oké. Okay. Oh. Oh! Dat was een one shot. En dan krijg ik eens hiervoor om een knetter. Shit, man. Oh, wacht even. Ik mute even mijn team. Want ze... Oh, ze zeggen helemaal niks. Oh. Ze kennen me wel. Echt wel? Wel met de S12. Nee, want doet hij altijd teamdeathmatch of zo. Wat? Oké, kijk uit! Oké, dat was niet zo handig. Ik snap er helemaal niks van wat ze allemaal zeggen. Ik weet niet waar ze het over hebben. Ze weten, volgens mij denken ze dat ik de neppe ben, omdat ze... Blijkbaar speel ik alleen maar Team Deathmatch als ik voor mijn gouden serie ga. Ik weet niet wie dat ooit heeft verzonnen, maar... Nou, ga jij een mooie quickscope maken. Ik wil wel een quickscope killcam zien, hè. Anders, jongen, het staat nieuw film. Anders, oeh. Jongen, mooie quickscope killcam. Komt eraan. Let op deze mooie quickscope killcam. Zal ik een quickscope killcam proberen te maken? Hier. Quickscope! Oh, oké. Okay. Ja, dat gaat dus niet lukken. Anyway, wie herkende me dan? Ik denk Fruits Fat en Motherfucker. Oh ja, hier, je hoort het wel. En AAVDM. Wat is het verschil tussen een neger en een emmer stront? Shot is good. Ja? De emmer. What the fuck? Oh, gelukkig. Hij zei zelf, oh, die is echt slecht. Oké, dankjewel, jongen, dankjewel. Nou, perfecte mop. Sloeg helemaal nergens op. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze aflevering. We gaan even kijken hoeveel one-shots we op dit moment hebben. En ik denk dat ongeveer op de... Ik denk, ja, niet zoveel. 225 of zo. Nee, 230. Ik zeg 230. 233. Ah, we zaten in de buurt. Dus we moeten nu nog 17 one-shots halen. Dan hebben wij dus de Typhon
camo of de typhoon camo vrijgespeeld. En daarna kunnen we doorgaan voor de rest van de camo's. En daarna hebben we natuurlijk de golden camo vrijgespeeld. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Er zaten fans in de lobby. Het is altijd wel even grappig om naar ze te luisteren. Dus als je in de video zat, laat even weten in de comments dat jij het bent. En ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Bye bye.